Vanavond dus de laatste training voor de grote wedstrijd. Morgen hier op Sportpark De Zwaaier in Werkendam. Kozakkenboys Ajax. Heel Werkendam en omstreken leeft er naartoe. Dick, de kriebels zijn al in je buik, denk ik. Ja, dat begint langzamerhand wel te komen. Kijk, de kriebels zal het pas echt worden. Maar ja, zo'n wedstrijd is natuurlijk heel apart. Zeker, we hebben natuurlijk al heel veel meegemaakt hier. We hebben Ajax al een keer gehad, PSV, Heerenveen, FC Utrecht, AZ. Dus ja, het is geen nieuwtje meer, maar ja, toch wel. Ik ben wel benieuwd wat het morgen gaat worden. Ik heb de namen gezien van Ajax daarnet. Ze komen niet echt met de meest sterke opstelling hier naartoe. Nee, dat klopt. Ik heb het ook vernomen. Ja, ik denk toch dat het een keer afgestraft gaat worden. Want elk jaar verbaas je je weer over dat de BVO's het zich permitteren om niet met hun sterkste opstelling aan te treden tegen amateurclubs. En ja, het is al een paar keer goed afgelopen. En in een verlenging of met strafschoppen komen ze daar nog door. Maar ik denk dat het een keer verkeerd gaat. Je maakt het leven van Kozakkenboys hier altijd van heel dichtbij mee natuurlijk. Omschrijf de afgelopen week eens. Want in de media sprak Danny Buijs, laat die wedstrijd maar voorbij zijn. Dan kunnen we ons weer concentreren op de rest van het seizoen. Ja, klopt inderdaad. Danny, de laatste drie competitiewedstrijden, waarvan Barendrecht en de treffers, was Kozakkenboys een hele goede doen. Alleen het vergat toen na om te scoren. En de laatste wedstrijd tegen Excelsior Maassluis, toen waren de gedachten al bij Ajax zoals we het een beetje voelden. En ik zeg niet dat het zo was, maar ja, iedereen was toch iets minder gemotiveerd, denk ik. Net niet dat tikkeltje extra wat we normaal wel zien. En ja, dat heeft zijn weerslag op deze wedstrijd, want iedereen wil er natuurlijk bij horen. Ja, en zeker in de gemeente als Werkendam. Ja, als je het gezien had met de voorverkoop. Een totale gekte. Binnen anderhalf uur tijd alle kaarten uitverkocht. Kaarten worden op het moment trouwens aangeboden voor €150 op marktplaatsen en dergelijke. Dat geeft aan dat zo'n wedstrijd leeft. Wat verwacht je er morgen van? Ja, ik denk dat het heel erg afhankelijk is van het eerste kwartier. Zal Ajax het eerste kwartier scoren, dan denk ik dat het zomaar 4-5-0 kan worden. En ja, je hebt het gezien, ook met de reserves tegen Willem II werd het nog 5-0. Willem II geen schijn van kans. En ja, we hadden liever het complete Ajax hier gehad. Want ja, dan die zijn toch misschien iets minder gemotiveerd om tegen die amateurs te spelen. Als de jongens die natuurlijk teleurgesteld zijn en voorlopig genoegen moeten nemen met een plaats op de reservebank. We gaan vanavond kijkje nemen hier op het sportpark. Het eerste werkt zijn eigen laatste training af voor morgen. De uitslag morgen? Nou, ik denk 1-3. Bij ons Danny Buijs, trainer van de trotse Kozakkenboys. Trots mogen we zeker zijn. Als we kijken wat we de afgelopen jaren bereikt hebben. Dan heb ik het niet alleen over de prestaties op het veld, maar ook gewoon eromheen. Ledengroei, faciliteiten zijn behoorlijk uitgebreid. Dan mogen we zeker trots zijn. We staan aan de vooravond van ja, misschien wel de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Ja, voor mij niet de belangrijkste, maar misschien wel de allermooiste wedstrijd van het seizoen. Ik denk dat dit een ultieme beloning is voor echt de gele club. Vrijwilligers, mensen die zich 7 dagen in de week, dag in dag uit voor deze club inzetten. Ja, is dit natuurlijk een schitterend moment om mee te maken. Zo dadelijk gaan we de laatste training van jullie meemaken hier op het prachtige sportpark. Je hebt zo dadelijk nog een kleine voorbespreking met de spelers, heb ik begrepen. Wat ga je ze vertellen? Ja, eigenlijk gewoon wat we normaal altijd doen voor een wedstrijd. Is dat we ze proberen kort te vertellen wat we verwachten van de tegenstander. En de laatste training vandaag zal een hele rustige training zijn. Omdat we natuurlijk, we gaan nu al richting de klok van 8 uur. En morgenavond om 6:30... Ja, dan moet het gebeuren. Dus vandaag zal het eigenlijk een hele rustige training worden. Ik zou je niet vragen naar de opstelling, want die ga je vast niet geven. Maar Ajax liet al wel een klein beetje doorschemeren dat ze het toch eigenlijk niet zo nauw namen, had ik het idee. Ja, aan de andere kant, als je kijkt naar de kwaliteiten die zij in hun selectie hebben, dan is het misschien wel logisch dat ze nu jongens niet opstellen die de afgelopen weken heel veel gespeeld hebben. Misschien wel wat licht geblesseerd zijn, vermoeid. Dat klinkt misschien ook gek voor een prof, maar met het reizen in Europa en zo erbij heeft dat gewoon impact. En dat ze voor een paar jongere spelers kiezen of jongens die wat minder spelen, die zich dan weer moeten gaan bewijzen. Dus
Ja, het is niet zo. Ze hebben niet de Ajax amateurs gestuurd volgens mij. Of gaan ze sturen morgen? Dat is wel misschien te hopen voor ons, maar dat gaat niet gebeuren. Wat verwacht je voor een wedstrijd morgen? Ja, wat verwacht je voor een wedstrijd? Ik hoop dat er een geweldige sfeer hangt. Nou, die gaat er waarschijnlijk ongetwijfeld hangen. En wat mag je er voor de rest van verwachten? Ik hoop dat wij in staat zijn om ook af en toe goed te voetballen. Of ons dat gaat lukken, zal ook mede afhangen van hoe Ajax in de wedstrijd zit. Maar normaal gesproken zal Ajax heel veel druk gaan zetten op ons. En zal Ajax ongetwijfeld heel veel de bal hebben en zullen wij hoofdzakelijk heel veel moeten gaan verdedigen. Je hebt de afgelopen dagen, weken in de media een klein beetje door laten schemeren van was deze wedstrijd maar voorbij. Is dat nog steeds zo voor je? Nou, ik bedoel meer niet dat ik hem zou willen missen. En ook niet voor de jongens of voor de club. Maar ik had liever dat hij bijvoorbeeld dan gelijk al in de week na de loting was gespeeld. Omdat nu gewoon de ervaring leert dat er gaan een paar weken overheen. Alleen ja, dat is ook logisch. In die weken heeft iedereen het alleen maar over deze wedstrijd. Alleen ja, in de afgelopen weken hebben we toch ook andere wedstrijden moeten voetballen. En daar hebben we nu toch wel een beetje onnodig her en der wat punten verspeeld. Dat is gewoon zonde. Een laatste vraag aan je voordat je met de jongens aan de bak kan hier op het veld. Wat wordt de uitslag morgen? Ik ben trainer van Kozakkenboys, hè, dus dan zeg ik 1-1.